Sam Smith met Money on My Mind zijn we op een wip en een zucht bij het volgende nieuws van de dag. Dubieuze transacties bij Optima Bank. Dat kopt de krant De Tijd vandaag, want gisteren heeft de rechtbank in Gent Optima Bank failliet verklaard. En in aanloop naar dat faillissement zouden er vorige week dinsdag nog snel enkele transacties geweest zijn die, met wat we nu allemaal weten, mogelijk verdacht zijn. Het gaat om mensen die ingelicht werden om die transacties uit te voeren. Stefan Michielsen, goedemorgen. Goedemorgen. Journalist van de krant De Tijd die het nieuws naar buiten heeft gebracht. Wat is daar precies aan de hand? Waarom zijn die verrichtingen verdacht? Ja, u weet dat vorige week bekend raakten op dinsdagavond rond een uur of zes was dat, dat Optima Bank zijn banklicentie zou moeten afgeven en de bank heeft dat even later ook bevestigd. Nu, dat betekent dat het is duidelijk dat dat voor onrust zou zorgen en dat dan ja, mensen misschien geld van hun rekening zouden halen. En nu blijkt dat diezelfde avond nog directieleden van de bank zelf dat hebben gedaan, richtingen op hun rekening hebben gedaan. En dat er s'nachts ook een aantal wel bepaalde klanten zijn wakker gebeld met de aansporing om geld van de rekening te halen. En dat kon omdat Optima Bank is die werkt via een internetplatform, dus je kan ook s'nachts daar dat transacties doen. Maar de Nationale Bank was er natuurlijk voor beducht en had een bewakingssysteem geïnstalleerd. En zo is men daarop uitgekomen dat dat gebeurd is. Ja, overschrijvingen dus door directieleden, klanten opgebeld om dat te doen. Weten we eigenlijk over hoeveel geld het gaat, over welke bedragen? Nee, we weten niet over welke persoon het gaat of over hoeveel geld het gaat. Maar het was wel dan blijkbaar voor de Nationale Bank de aanleiding om dan, zodra ze dat nieuws te horen kregen, de rekeningen te blokkeren. En dat is dan woensdagmiddag. Ja. Gebeurt. Zijn er nog gevolgen voor de mensen die dat gedaan hebben, nog voor die blokkering, voor die pogingen? Ik denk dat het moet onderzocht worden of hier ook geen inbreuken zijn gepleegd op bepaalde voorschriften en wetten, want het is duidelijk dat hier bepaalde klanten bevoorrecht zijn en ten nadele van anderen. Mensen die daar tot 100.000 euro hebben staan, zijn beschermd door het garantiefonds. Maar als er mensen zijn die meer geld hebben kunnen weghalen, anderen niet, is dat een vorm van ongelijke behandeling? Moet het bekeken worden of daar niks tegen opgetreden worden? Het moet bekeken worden, want mag dat eigenlijk in extreem is geld weghalen bij een bank onder curatele? Is dat strafbaar bijvoorbeeld? Ik heb er geen idee van. De Nationale Bank, zegt u, heeft mechanismen in werking, heeft als een soort waakhond proberen op te treden om dat na te gaan. Ja. Wat moeten we nu maken van de rol van de Nationale Bank als dit dan toch is kunnen gebeuren, ondanks het feit dat ze dit voor ogen hadden? Ja, dat is zeer moeilijk te zeggen. Dus de Nationale Bank had er al sinds 13 mei een speciaal commissaris aangesteld en een adjunct speciaal commissaris die een toestemming moesten geven voor de meeste verrichtingen. Maar ja, zo'n internetplatform, je kan dat niet op voorhand blokkeren. Misschien had dat wel aan moeten gebeuren. Had de Nationale Bank sneller moeten ageren van zodra het nieuws naar buiten kwam, ook meteen de rekeningen blokkeren en niet wachten tot de volgende dag. Ja, want het is toch opmerkelijk nieuws waar de krant vandaag mee uitpakt. Hè. Die dubieuze verrichtingen van directieleden in de nacht nadat het woelig begon te worden. Klanten die zijn opgebeld. En we geven ook nog mee dat SPA-Kamerlid Peter van Veldhoven gisteren in ieder geval al een parlementair onderzoek gevraagd heeft naar Optima Bank. Met hem gaan we bellen na 8 uur. In elk geval, Stefan Michielsen van De Tijd, dankjewel.